Hallo, ik ben hier een beetje laat mee, maar ik ga vandaag de ALS Ice Bucket Challenge doen. Ik ben gewoon genomineerd door Sanne en er nog een paar mensen. Het is alweer een beetje voorbij met hoeveel mensen het doen, maar ik ga het toch nog even doen, want ik ben genomineerd en ik vind dat ik het gewoon moet doen. Dit is dus voor het goede doel ALS. Ik ga ook nog een donatie maken, maar voor de rest ga ik nu eerst eventjes een emmer water over mijn hoofd heen gooien. Ik heb er heel veel zin in. Oké, komt-ie. Oké, ik wil niet. Oké, daar komt-ie. Holy shit. Ik gebruik mijn telefoon als microfoon trouwens. Zoals jullie misschien wel zien, was dit niet de enige emmer die hier staat. Ik heb er nog twee staan. Dit komt omdat ik eigenlijk aan nog twee doelen wat aandacht wil schenken. Compleet geïnspireerd door Casey Neistat die dit ook deed. Ten eerste aan het doel proefdiervrij. Voor het ALS-onderzoek worden proefdieren gebruikt. Ik weet dat dit heel erg met geld heeft te maken en dat het heel lastig is om dit niet te doen. Toch wil ik aandacht besteden aan proefdiervrij, omdat ik het heel belangrijk vind dat het ook wordt verminderd hoeveel proefdieren er worden gebruikt, zowel voor cosmetica als voor onderzoek als het gaat om gezondheid en zo. Gelukkig is er in Europa al een beleid dat de cosmetica die hier ingevoerd wordt niet meer op dieren mag getest worden. Maar goed, daar is de tweede emmer voor. Komt-ie! Oké. En nu heb ik er nog eentje. En die is voor wakker dier, omdat ik het gewoon heel erg belangrijk vind dat dieren in de vee-industrie beter worden behandeld. En dan heb ik dus al mijn drie de doelen gehad. Laatste voor wakker dier. Het hoofddoel is natuurlijk ALS en ik wil dat jullie daar zeker over nadenken. Maar ik vond dit wel een hele mooie manier om ook even wat aandacht te besteden aan doelen die ik heel belangrijk vind. En ik ga nu even andere kleding aantrekken. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Het is best koud. Ik vind het best wel koud. Oké, doei.